Het ministerie van Justitie en Politie is in samenwerking met de DCI bezig een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld te lokaliseren in Ikeri. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gaf deze informatie in het parlement in reactie op vragen van VHP-parlementariër Harriet Ramdien, die eerder vragen stelde over een opvangcentrum voor slachtoffers van huiselijk geweld in Ikeri. Ten aanzien van Ikeri, er is in Ikeri een bureau slachtoffershulp met een coördinator waar de slachtoffers terecht kunnen voor hulp. Voorzitter, hier moet wel de geheimhouding worden bewaard, omdat het district Ikeri klein is. En we moeten voorkomen dat de dader achterhaalt. We kijken samen met de DC naar mogelijkheden om een opvanghuis voor de slachtoffers te lokaliseren. De bewindsman gaf aan dat er ook hulp is voor slachtoffers van alle vormen van misdrijven. Het bureau Slachtofferhulp biedt gratis hulp aan op psychosociaal gebied aan slachtoffers van misdrijven. De doelgroep van het bureau Slachtofferzorg is ongeacht de leeftijd of afkomst die het slachtoffer of getuige is geworden van een of andere misdrijf. En de gevallen zijn bijvoorbeeld overvallen en inbraken, zedenmisdrijven, huiselijk geweld, poging tot zelfdoding, als ook nabestaanden, getuigen van zelfdoding.